op de driehoek Schijndel, Den Dungen, Sint-Michielsgestel, ligt aan de Wielse Kamp het Kraaienspot. Wij vroegen Ben Peters van het Natuur- en Milieucentrum Schijndel waar de naam Kraaienspot vandaan komt. Kraaienspot, dat is eigenlijk iets ver uit de historie terug. We hadden gedacht, die naam zelf hebben we eigenlijk gehoord van Jantje Vragen, waarschijnlijk meer bekend als Jantje de Koning. Die woonde hier in het vierde bos, dat is een paar honderd meter verderop. En die zwierf hier nog alles een keer rond. En van zijn vader en grootvader heeft hij die naam gehoord, dus van Kraaienspot. En dat zou dus dit gedeelte moeten zijn. Dan hebben we op een oude kaart van 1757 hebben wij eens gezien dat de naam Kraaienspot, maar dan meer in het dialect, dus Kraaienspot, dat die eigenlijk gegeven wordt aan een gedeelte wat iets verder ligt, meer naar de richting van de bovenste zand. En heel toevallig van de week heb ik nog een stuk uit het boek gezien. En dat wordt door de tafel van de Heilige Geest uit de bos, dat is een stichting die dus panden en hoevers erfde vroeger. Voor de huur dan, dus het onderhoud eigenlijk. En daarin wordt ook de naam Kraaienspot genoemd. En dan spreekt men over een hoeve die op het Kraaienspot ligt. Anderen noemen diezelfde hoeve op het spoor. Dus er schijnt nog alles een keer warm te zijn wat namen betreft. Namen moeten ook eigenlijk ruim zien, want het kan best zijn dat die dus van oorsprong bij een hoeve thuis hoort. Maar het kan ook best zijn dat het bedoeld is als een streek in de omtrek. Wij als natuurgroep van het Schijndel, dus de NMC, hebben dit dus nou betiteld als het thuis. Dat zit hem hierin. De grootste waarde van het Kraaienspot zien we eigenlijk liggen in de historie. Het heeft een grote historische waarde. Want als we verre geschiedenis van Schijndel terugkijken, dan blijkt dus dat Schijndel voor, laten we zeggen, bijna de helft uit dit soort vegetatie bestond. Dus woeste gronden en daarnaast dus heidegronden. En dat beeld dat vinden we hier letterlijk terug, zoals dat dus voorheen, zeg maar, een groot gedeelte van Schijndel, het zuiden van Schijndel, het noorden van Schijndel en in het oosten van Schijndel en het westen van Schijndel gelegen is. Het is eigenlijk een woekering van heidevegetatie naar wat wilde vegetatie. We kunnen hier dadelijk wel zien, in één gedeelte, dat ligt nog veel op die struikheide, maar die wordt geleidelijk aan wordt die verdrongen. Door dat pijpenstrootje wat we hier dus zien. Vroeger bestond dat gewaar niet zo groot, want toen werd er van de heide gebruik gemaakt door de schaapherders. Die lieten de schapen grazen en die hadden het jonge gras uit de zon, dus het puntgras of dat pijpenstrootje, dat kreeg eigenlijk weinig kans. En dus de heide die had geen concurrentie. Maar toen die kuddes verdwenen zijn, waarschijnlijk hebben we tussen haakjes 7 schaapskuddes gehad, voor pakweg nog 100 jaar terug. Die hielden dat gras dus goed kort en dan had die heide dus geen concurrentie en kon dus weer groeien. Maar ja, dat is dus verdwenen. En ook het plaggen, dus zoals vroeger de boer deed, die dus de heide ging plaggen, om dat te gebruiken in zijn potstal, waarop dan de mest kwam, die hij dan weer kon gebruiken op zijn akkers, voor zijn landbouw, voor de producten, dat is ook verdwenen. Dat doen we dus ook niet meer. En zodoende zien we steeds verder die heidevelden, ook op andere plaatsen, die zien we steeds verder verdwijnen. En dat is toch wel jammer, want die hebben een echte eigen bekoorlijke vegetatie. Ze zijn wel soortenarm, dat wil zeggen er zijn niet veel soorten in planten, in verscheidenheid van planten. Nou, vaak vinden we dat wel bijzonder interessante planten. Dat hebben we hier bijvoorbeeld ook gezien. Hier staan bij een gunstig weer en bij een gunstig seizoen nou wel honderden klokjes gentianen. Een plant die dus onder de beschermde planten gerekend wordt en die hier al heel ver naar de achtergrond verdreven wordt. Wij prijzen ons gelukkig dus in Schijndel dat nog te bezitten.
Het is jammer dat we niet maand eerder hier geweest waren, want anders hadden we ze zelf hier kunnen vinden. Prachtig, bijzonder mooi klokje, wat als het ontluikt in een spiraal als het ware rond zijn as gaat en dan zijn plaatjes opent, een prachtige hemelsblauwe kleur heeft en een wordt echt een pareltje in de heide. Kijk Marianne, dan zie je een duidelijk verschil tussen dit gedeelte en dit gedeelte. Hè? De natuurgroep die is dus bezig geweest om dat woekerd gedeelte weer terug te brengen naar de oude bezigheid van die heide. Maar hoe en wat dat verwerkt geweest is, het is nogal omvattend geweest. Dat zou je een beetje kunnen vragen aan collega Jos van de Weideven, want die heeft zich daar nogal voor ingezet. Jos komt er eens bij. Ja, daar is 3 jaar geleden zijn we door maar begonnen. We hadden toch wel de indruk dat dit bewaard moest blijven. En toen hebben we dus een aantal mensen van het NMC gecharterd. En toen zijn we hier naartoe getrokken met oude krabsessies en oude sessies. En rieken en scopen. Maar dat bleek goed tegen te vallen. We hebben dus 3 zaterdagen hier gewerkt met een man of 7. En dat was gewoon niet te doen. En want er zat zo gigantisch veel pijpenstrootje op en restanten van hij dat het dus niet te doen was. Toen hebben we een loonbedrijf ingeschakeld en die heeft dus dit stuk waar we nu op staan, heeft die ene keer gemaaid en toen zwaar gefreesd en dat hebben we dus allemaal afgevoerd. En nu zie je hier het resultaat. Waarom is de heide hier veevoller dan bijvoorbeeld hier? Hier zit ook nog een plantje dat je heel slecht ziet op het moment. Maar dat is een duivelsnaaigaren noemen ze dat. En dat denk ik dat... Ik zal wel eens een stukje laten zien. Dat zijn hele fijne draadjes en die wikkelen zich om die heideplantjes en die zuigen als het ware de sappen eruit. En vandaar dat die planten dan minder konden best aan. Kijk, deze planten, die zie je duidelijk, die hebben helemaal geen last van. En hier worden ze dus eigenlijk toch een beetje belemmerd in hun groei door de snaaigaren. En dat is gewoon een plant van de droge zandgronden, die hier net zo goed gedijt als het. Dit is dus zonnedauw, dat is een vleesetend plantje. Er zijn verschillende soorten in, ronde, kleine zonnedauw. Wat we hier hebben in het schijnel, dat is dus de kleine zonnedauw en de ronde zonnedauw. Meest ronde zonnedauw. Op die blaadjes, daar zitten van die kleine sprietjes. Dat zijn te vergelijken als een soort vangarm bij bijvoorbeeld bij inktvissen, etc. Als er nou een insectje op komt op zijn blad, dan buigen die armpjes, die sprietjes zich samen, die scheiden een vocht af, dan wordt dat insectje dat wordt opgelost en daarvan leeft eigenlijk deze plant. Struikheide houdt meer van droge grond
En de dopheide, die houdt van natte grond. En aangezien dat het hier op plaatsen erg laag is, daar groeit dan het liefste de dopheide. De laatste jaren is het eigenlijk erg droog geweest hier. Maar er is jaren geweest dat het hier soms 10 centimeter water staat, hier op die lage stukken. En daar groeit dan de dopheide het liefste. Hebben jullie heel wat werk hier gezet? Moet je het nou nog bijhouden? Ja, je zou denken van niet, maar hier moet regelmatig, zeg maar om de 3 jaar, dit opnieuw afgemaaid worden en afgevoerd. En als we dat niet doen, dan is zo hetzelfde weer als we doorzien. Maar dan denken mensen, dan zetten schapen op, maar die schapen die moeten echt wennen aan zo'n voeding. En dat willen ze echt niet. Want die schapen die zijn vandaag de dag zo verwend met die malse wei, dat ze hier echt niet om beginnen. Dit is de eigenlijke toegangsweg tot het kraaienspot. Het einde wordt versperd door weilanden met prikkeldraad. Deze weilanden zijn nog zeer kleinschalig van opzet en worden gescheiden door houtwallen. Deze komen nog maar zelden voor in onze streek. Dit is nou zo'n exemplaar van dat pijpenstrootje. Je ziet wel een heel erge lange grassoort. En het opvallende van deze grassoort is dat hij helemaal geen knopen heeft. Ja, helemaal niet, mag ik niet zeggen, want eronder daar zie je er een paar. Maar die zitten dus onder dicht bij de voet. De rest is één strak geheel. Mensen maakten daar vroeger veel gebruik van, want dat deze de pijpen mee schoon maken. Dus in een rondstuk van de pijp, vandaar de naam pijpenstrootje. Daar werd hij voor gebruikt. Zaad in de volksmond en die naam die dankt hij aan, kijk, wanneer je aan dat zaad komt, dan springt het met explosie open. Je wilt eens kijken of we nog meer hebben, hier nog eentje. Ze moeten natuurlijk wel rijp zijn en daardoor, daar komt die naam van aan dat springzaad. Zo krijgt hij een brede verspreiding eigenlijk, hè, van het zaad. Meestal gebeurt dat dus bijvoorbeeld door reeën die er tegenaan lopen, boem, zag je? Vandaar de naam springzaad. Ja, dat hier die gebrekte orkesten verdwenen zijn, dat is helaas jammer. Maar daar kunnen we weinig aan doen, hè. Thank you.
Deze film is tot stand gekomen in samenwerking met Ben Peters en Jos van der Weideven van het Natuur- en Milieucentrum Schijndel.